Arletta, kom hier, kom, take the mic! Kijk, wij als meisjes worden netjes opgevoed. We worden opgevoed om niet aan die man te zeggen van luister, die toi-toi-fa is eigenlijk een beetje te klein voor mijn poentje. Dus dan zeggen we ze, size matter. En dan denkt hij dat we bedoelen dat hij zo'n grote, dikke, lange tolly moet hebben. Maar dat is niet waar. We bedoelen, die tolly moet in ons poentje passen. Want net als tollies verschillende maten hebben, hebben poentjes ook verschillende maten. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dus het kan soms te klein zijn en soms te groot zijn. Voor dat geval op zich. Toch? Dus hoe ga je ermee om? Oké, kijk. Je kan het omzeilen, dan ga je orale seks doen. Maar laat me je een stukje historie vertellen van orale seks. Hoe is positie 69 ontstaan? Er was een hongersnood in Frankrijk, toch? Dus die mensen hebben toen bedacht, dan gaan papa en mama elkaar eten geven. Want die kinderen kan je borstvoeding geven, maar papa en mama hebben. Want dat ding heeft eiwitten erin en allerlei mineralen die je kan gebruiken. Oké. Over anale seks, ja, dan is dat gaatje wel klein. Maar ik weet wat eruit komt, toch? En ik heb eerlijk gezegd nooit een baby uit een billen zien komen. Dus ik denk bij mezelf, van waarom ga je niet direct naar waar het om gaat, die tolly in het poentje steken. Zo, dan ga je dat nou doen. Maar je weet vrouwen, dus net wat ik zeg, we hebben geleerd om niet alles zo grof te zeggen. Dus we gaan het op een andere manier duidelijk maken. Dus als die jongen zo'n toi-toi te klein is, je hebt het al die jaren geaccepteerd, maar vandaag heeft hij ruzie met je gemaakt. Dus je gaat hem duidelijk maken van, luister jongen, die toi-toi is te klein. Dan ga je zo maken. Als hij het goed heeft geluisterd, dan begrijpt hij. Maar dan heb je dat andere geval. Wanneer dat ding te groot is. Dus die heren zijn zo bezig met dat ding van ze dat het groot moet zijn. Dus de hele dag zijn ze bezig te meten van 18 centimeter, 20 centimeter. Maar dat ding is, maar kijk, als ik 1 meter 60 ben, dan ga ik geen vagina schacht hebben van 2 meter toch. Dus dat, je zou even begrijpen. Toch, maar je gaat hem niet zeggen van luister, dat ding van je doet me pijn. Je gaat het anders uitdrukken. Vooral als je ruzie met hem hebt toch. Dat je, sorry, vandaag de dag ga ik je wijzen van Asan via had me. Dan ga je zo maken. En als je wil, dan krap je hem ook erbij, want je had hij zien toch. Zo, dan begrijpt hij dat. Maar soms is alles goed in het paradijs, weet je. Er is geen ruzie in het kippenhok. Maar er kunnen gevallen zijn waarbij je genoodzaakt bent om een andere truc toe te passen, maar dat ga ik je straks uitleggen. Maar ik ga eerst dat geluid maken wat je daar maakt. Het was een zandboom, die 7 seconden dat dat ding heeft geduurd, waren genoeg. Waren genoeg, maar het kan ook betekenen dat ik je tot spoed aanmaan. Want over 5 minuten begint mijn favoriete tv-programma en gewoon het in Iwana. In Iwana. Dus dan ben Oké, dus daar naai ik dan. Ja. Maar dus, wanneer dat het geval is, het laatste, dat het programma gaat beginnen. Dat wil zeggen, je moet het een beetje... Kijk, meestal als je verliefd bent... Wie zat toi-toi-pika-toi-toi-pika in Obama? Dus je hoeft het maar te ruiken en je bent al ready, toch? Maar soms heb je een beetje, je moet een beetje voorspel en een subsoort spel hebben voordat je op gang kan komen. Maar dat ding duurt echt niet langer dan een halve minuut, 2 minuten, 3 minuten. Ik weet niet, soms houdt het wat langer voor. Maar goed. Dus. Daar gaan we het faken. En wanneer je het goed faked, kan hij het verschil niet zien tussen wanneer het werkelijk zo is en wanneer het niet zo is. Want we hebben een belangrijk wapen tot onze beschikking. Ons poentje is spieren.
En die spieren kan je trainen. Dus terwijl je bezig bent om te faken, ben je nakken aan de oefening. Ik denk dat de meeste vrouwen wel weten die oefening toch. Je hoeft niet naar de gym te gaan. Je hoeft geen speciale kleding aan te trekken. Je hoeft niet uit huis te gaan. Je kan het overal doen. Tijdens de vergadering, op het werk, terwijl je in de dokterspoli zit. Als je zit te wachten op die kinderen wanneer ze van school moeten komen. Je kan het in de keuken doen. Je kan het in de... Je hoeft je pontje niet eens ervoor te wassen. Kijk, ik doe het nu. Is onzichtbaar. Dus dat je nakken aan de oefening naar geluidseffect en hij weet bij kwart waar niet wat hem overkomt. Hij denkt, ah ja, vrouw, ik weet het. Want mannen willen tegelijk klaarkomen met vrouwen. Ik weet niet wie ze dat heeft wijsgemaakt, maar dat vinden ze hun grootste prestatie. Dat ze gelijk klaarkomen. Kijk, een mannelijke erectie, een mannelijke ejaculatie, klaarkomen voor een man, is een ander ding dan klaarkomen voor een vrouw. Kijk, wij hoeven niet eerst een erectie te krijgen en dan te spuiten, nos absang. Maar we zijn al door nat. Als het goed is, zijn we al door ready. Want je weet nooit wanneer die man zin heeft, dus je moet altijd ready zijn. Dus we zijn altijd ready. Hij moet eerst zijn om 1000 zaadcellen te produceren. Om 1 eitje te bevruchten met 1 zaadcel, moet hij 1 miljoen schieten. Dus het is een hele opgave voor hem. Vrouwen, voor ons is het een sport. Is lekker, dus je geeft je over. Dus dat gebeurt er bij vrouwen. Je wordt er niet natter of minder nat van. Het blijft hetzelfde. Zo. Dan als je al dat soort dingen hebt gedaan, dan heb je als vrouw nog een mogelijkheid. En dat moeten we koesteren als vrouwen. Want eigenlijk, wij zijn tweede rangs burgers. We worden altijd als een soort kind of een soort mindere behandeld. Dus die 10 minuten die je hebt, in die tijd dat je een man hebt en je hebt hem genaaid. Die 10 minuten daarna, die zijn heel belangrijk. Heel belangrijk. Want in die 10 minuten kan je met je bucketlijst komen. Je wens en grieven. Je kan zelfs zo'n tolie eraf snijden. Hij kan niks doen. Hij kan niks doen. Hij is helemaal bij. Hij heeft 1 miljoen gespoten. Je hebt alleen maar genomen. Dus. Hoeveel tijd heb ik nog? Dus. Als je aan al deze dingen denkt. Toch? Dan kan je een langdurige, bevredigende en hoe, wat meer? Wat is er meer naast langdurig? Gelukkige. Weet je die mensen die 50 jaar getrouwd zijn en zo? Je vraagt ze, wat is het geheim? Ze passen al deze trucs, kennen ze. Dus ze passen het toe. Dus heren, wanneer je op pad gaat en je denkt, ik ben het geschenk. Ik ben het antwoord op elke vrouw der gebed. Want ik heb een toi van 20 centimeter. Je kan bedrogen uitkomen. Soms hebben we minder nodig. Of we nemen er genoegen mee. Want wanneer we die man willen, dan al is het 1 centimeter. Weet dikken. Alsjeblieft. PHL. 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 PHL.